gaan we verder met beelden uit Den Haag. Daar heeft een man de blokker overvallen. Een man met een heel specifiek kenmerk in zijn gezicht. Namelijk een tatoeage. Zijn overval mislukte overigens omdat de dames achter de kassa een ontzettend dappere truc bedachten. Vlakbij het Regentessenplein ligt in de Haagse wijk Zegbroek de Weimarstraat. In de straat is een klein filiaal van Blokker gevestigd. Zaterdag 10 februari loopt deze man door de straat. Hij kijkt richting de Blokker. En loopt weer terug. Je ziet hoe druk het dan die zaterdag is. Iets na 5:30 heeft hij buiten blauwe kledinghangers gepakt die hij lijkt te willen gaan afrekenen. De tas die we al eerder buiten zagen, zet hij alvast open. Hij is aan de beurt. De man zegt tegen de cashière dat ze het snel moet doen. Maar wat? Pas dan ziet het 17-jarige meisje dat hij een wapen in zijn hand heeft. Ze weet niet wat ze moet doen en drukt het belletje voor assistentie in. Wanneer haar leidinggevende eraan komt, is het meisje zo bang dat ze niet durft te zeggen wat er aan de hand is. Het duurt dus even voor ook deze vrouw ziet dat de man een wapen heeft. De overvaller wordt ongeduldig. Heel dapper van de vrouwen, ze blijven rustig. Sterker nog, ze gaan tergend langzaam aan de slag met de kassa, die pas opengaat na het invoeren van een code. Dat duurt hem te lang. Gelukkig loopt hij zonder zijn wapen te gebruiken weer de straat op in de richting van het Regentessenplein. Zonder buit. Ja, en deze overval in Den Haag moet te vinden zijn, want op de beelden is het niet goed te zien, maar wel heel duidelijk door de slachtoffers gespot. Die man heeft onder zijn linkeroog een zwarte tatoeage van 1 cm of 2 in de vorm van een traantje of kruisje. Het gaat om een kleine man met een getinte huidskleur, een smal postuur, een snor en dus zo'n tatoeage onder zijn linkeroog. Heeft u deze man gezien? Weet u wie dit is? Bel nu 0800 60 70. En ook zijn beelden staan dus vanaf nu op de site.